Wil je zien hoe ik deze mooie haar creëer in deze lengte? Blijf even kijken. Ik ga jullie laten zien hoe je thuis een hot olie treatment kan maken en kan gebruiken. Doe alvast een duimpje omhoog. En abonneer als je dan niet geabonneerd bent. En ja, laten we beginnen. Ik ga jullie nu laten zien wat je nodig hebt. Dat is een bakje waar je in kan mixen. Een lepel. Kokosnootolie. Ik heb deze van de Action voor de 1,50 geloof ik. En deze is ook gewoon prima. Of die 100% is, weet ik niet, maar het beste is 100%, alleen die kost gauw 6 euro. Dan gewoon olie. Je kan ook zonnebloemenolie pakken. Ik had die niet in huis, dus ik pak gewoon deze. En met deze werkt dat ook prima. Deze komt van de Aldi of Lidl vandaan. En ja, die is ook goed. Maar het beste is gewoon een normale olie. Dan als laatste een flaconnetje waar je het allemaal natuurlijk in doet. Zoals jullie hebben gezien in het begin van de video is mijn haar best wel lang. Ja, ik moet zeggen, dit zorgt wel voor een natuurlijke glans. Ik heb wel een beetje gesteld, maar ik heb altijd van dat frizzy haar. Maar ja, in ieder geval, ik zou zeggen, laten we beginnen. Allereerst neem ik een lepel en een kommetje. Dan doe ik de kokosnootolie open. Ik doe er even één schep in, want ik ga klein beginnen. Als je 3 scheppen doet, dan komt het ongeveer tot hier, zeg maar, echt tot de helft. Maar ja, dan moet je het ook gewoon gekoeld en goed bewaren. Maar ik heb hem al daarnet schoongespoeld en ik had hem vandaag al gebruikt. Dus ik gebruik maar 1 lepel. Gewoon een volle lepel. Van zoiets. Dat is gewoon goed. En dan doe je ook 1 lepel olie bij. Dus als je 2 lepels gebruikt van kokosnootolie, doe je 2 lepels van dit in. Wil je 10 lepels kokosnootolie, dan doe je ook 10 lepels van dit in. Dus het ligt eraan hoeveel je, voor hoe lange tijd je het wil hebben. Dus 1 volle lepel. En dan is het tijd om het te mixen. Echt heel goed mixen. Maar ik kom zo terug bij jullie. Ik ga het even mixen. Dan kom ik terug bij jullie om te laten zien hoe het wordt. Nou, als de meeste klontjes dus bijna verdwenen zijn, dan kun je dat al goed noemen. Want de olie is nog hard en het is gewoon moeilijk om te mixen. Maar olie die smelt heel gauw, tenminste kokosnootolie. Dan ja, en dan gaan er geen korreltjes meer in zitten. Dit is de substantie ongeveer wat je moet hebben. Gewoon een beetje viezig. Dan kan je dit in die flaconnetje stoppen. Ik heb het nu in een flesje gedaan. De substantie ziet er zo uit. Je ziet de olie echt boven en de kokosnootolie beneden. Maar dat maakt niet uit. Ik heb ook gelijk gaan we door naar de volgende. En dat is heet water erbij halen. Dus ik heb heet water gepakt. Gewoon uit de kraan. Gewoon warm water opdraaien. En dan gewoon wachten tot hij heet is. Dan doe je dit in het hete water voor 1 minuut. Ik ga mijn timer even zetten.
Zo. Gaan we de timer afzetten. En... ja, we beginnen. Je kan het gewoon vasthouden. Je kan het ook loslaten. Dat maakt niet uit. Maar als je loslaat, dan... ja, dan drijft hij naar boven. Nou, dan wacht ik even een minuutje af. En... gaan we even kijken hoe het eruit ziet. Als je trouwens nog meer tips wil daarover, over het homemade voor dingen voor haar, dingen voor gezicht, voor ja, wat dan ook, laat het in de comment achter en abonneer vooral aan een van deze twee kanten. En ja, dan is het minuut bijna om. Whoops. Zo, stop. Ja, ik heb hem iets te laat gestopt, maar... nou, hij heeft een minuutje erin gezeten. En dan moet je eventjes schudden. Er zit er nog harde klont in. Maar... als jij dit niet goed vindt, dan kan je alsnog altijd nog een minuutje extra erin doen. Dat maakt niet uit. Hoe warmer, hoe beter natuurlijk. Ook voor je haar. Ja, een beetje een paar keer zo heen en weer schudden. En ja, je ziet nu bijna geen, geen dingetjes meer erin. Ze zitten er nog wel kleiner, maar ja, dat kan je gewoon zo in je haar doen. Dit is voor één wasbeurt. Bij de kruidvat heb je zo'n flaconnetjes. Daar moet je maar even mijn favorieten opgemaakt even bekijken. Maar daar hebben ze van die kleine flaconnetjes. Betaal je 3 euro voor 4 van die kleine flaconnetjes. En ja, er zit gewoon weinig in. En dan bereik je niet echt al je haren, zeg maar. Niet je punten, niet je hoofdhuid. En ja, dat is gewoon een beetje vervelend. Voor 3 euro vind ik dat best wel veel geld. En ja, dit kan je gewoon zelf maken van 1,50 euro. En 2 euro uit 2,30 euro, zoiets. En dan kan je echt veel, veel eruit halen. Dus... vergeet niet dat, dat je het 1 keer in de week moet gebruiken. En ik doe dat ook gewoon. Ik doe zo min mogelijk producten in mijn haar. Meestal draag ik het toch in de staat, als jullie mijn vorige video's hebben gezien. En ja, dan de dag dat ik het was, gebruik ik dit ook gelijk. 1 hooguit 2 keer in de week was ik mijn haar. Want... ja, je haar beschadigt toch gewoon door het wassen de hele tijd. En dat wil ik niet. Allereerst hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video inspirerend en leuk vonden. Ik vond het in ieder geval echt leuk om, om dit voor jullie te maken. Dit was echt een hele zoektocht naar wat willen jullie zien. Wat het beste voor jullie is. Tenminste, naar mijn mening dan. En ja, ik ben blij dat ik dit heb gevonden. En volgende week ga ik een favorieten opgemaakt opnemen. Maar er komt nog een video over biologisch natuurlijke producten waarmee je je gezicht kan weghalen. Je make-up kan weghalen. En ja, ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden om te zien. Dan moeten jullie 2 weekjes geduld hebben. Volgende week komt, dus zoals ik al zei, favorieten opgemaakt. Dan wil ik deze video zo ook afsluiten. Ik wil jullie hartelijk danken voor het kijken. Vond je deze video nou leuk, inspirerend, de moeite waard? Geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet... te abonneren als je dat nog niet bent via een van deze linkjes of gewoon abonneerknop. Ga jij dit uitproberen of heb je dat al misschien gedaan?
Laat dat achter in de comment wat jij ervan vond en hoe het bij jou werkte. Bij mij werkte het de eerste keer echt goed, zoals ik al zei, van mijn haar gaat, krijgt een natuurlijke glans, voelt veel zachter aan. Fijn weekend en tot volgende week. Doei doei!